Dion dreigde een vuurwapen tussen mijn wenkbrauwen te zetten. En hij kneep mijn keel dicht, zodat ik geen lucht meer kreeg. Ik dacht echt dat hij me dood wilde maken. Het staat allemaal letterlijk in dit justitiedossier over PVV-kamerlid Dion Graus. Hallo allemaal. Hoi. Dion Graus is een onbekende Limburger als zijn vrouw in 2003 aangifte van mishandeling doet. Er ontstaat pas ophef nadat Graus is geïnstalleerd als Kamerlid voor de PVV. Hij ontspringt de dans omdat justitie destijds de zaak seponeert. Maar Caro Brandpunt heeft interne documenten waarin het Openbaar Ministerie toegeeft dat dit een verkeerde beslissing is geweest. De toenmalige vrouw van Graus stapt in 2003 doodsbang naar de politie. Ze hoopt op gerechtigheid, maar die krijgt ze niet. De politie neemt de aangifte serieus, maar toch wordt de zaak geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Naar nu blijkt ten onrechte. Er zijn destijds op de burelen van justitie grote fouten gemaakt. Ja. Het is natuurlijk pijnlijk als je aangifte doet van een ernstig feit. En het wordt op deze manier afgewogen, zeker. De officier van justitie doet dus niets met de aangifte en Dion Graus kan opgelucht ademhalen. Niets staat zijn kamerlidmaatschap meer in de weg. Hij is immers een man van onbesproken gedrag. Nederland maakt kennis met een flamboyante en uitgesproken Limburger. Als u een dier zou mogen zijn, welk zou dat dan zijn? Nou, ik zou graag, als ik een dier zou mogen zijn, zou ik graag een dolfijn willen zijn. En ik zou er graag vandoor willen gaan met een mooie zeemermin. Graus noemt zichzelf in interviews de laatste Limburgse ridder. En hij zegt over zichzelf, alles wat ik aanraak verandert in goud. Hij is de man van de Animal Cops, de speciale politieeenheid die dieren moet gaan beschermen. Dankjewel mevrouw de voorzitter. Je zult ook dadelijk merken, als die Animal Cops zijn werken doen, dat ze meerdere parameters van hufterigheid tegenkomen. Graus laat zijn hele leven op video vastleggen door zijn huidige vriendin. Ze is cameravrouw en filmt hem iedere dag. Om ooit Dion de Movie te maken? Dat klinkt wel heel erg mooi. Dit is wel de bedoeling om na de politieke carrière inderdaad een film, mogelijk boek en een strip uit te brengen over Dion. Na een carrière als autoverkoper, artiestenmanager en vertegenwoordiger in dierenmedicijnen meldt hij zich als televisiemaker bij de Limburgse TV. Hij maakt een 12-delige serie over zijn provinciegenoot Geert Wilders. Ze raken bevriend. Nog de euro, maar het kindergeld weer. Eén keer per week of iedere dag? Door die vriendschap met Geert Wilders belandt Dion Graus uiteindelijk in de Tweede Kamer. De aangifte wegens mishandeling vormt geen enkele belemmering, want de zaak is geseponeerd. En toch vraag je je af wat Geert Wilders zou denken als hij deze aangifte zou lezen. De details liegen er namelijk niet om. Het is 13 oktober 2002. De vrouw van Dion Graus is 35 weken zwanger. Het echtpaar is op bezoek in de flat van Dions vader. Volgens de aangifte van de vrouw ontstaat ruzie over het verhogen van de hypotheek met 100.000 euro. De vrouw wil dat niet en Dion begint te schelden. Plotseling liep Dion op me af. Ik zag dat hij met zijn bovenlip begon te trekken en zijn oogleden begonnen te trillen. Graus zou haar vervolgens geruime tijd de keel dicht hebben geknepen. Door toedoen van zijn eigen vader laat hij uiteindelijk los, zo beweert de vrouw in de aangifte. Dion bleef kwaad. Dion dreigde dat hij mij een vuurwapen tussen de wenkbrauwen zou zetten. Dion Graus ontkent alles. Maar zijn eigen vader verklaart bij de politie dat zijn zoon meerdere malen de vrouw heeft bedreigd en mishandeld en de keel heeft dichtgeknepen. Dion Graus beweert dat zijn vader die verklaring later heeft ingetrokken. Volgens de aangifte ontploft Graus 11 dagen daarna opnieuw. Ditmaal in de caravan waarin het echtpaar woont. Het is 10:30 in de ochtend. Er ontstaat volgens de vrouw opnieuw een heftige ruzie. Hij werd als een weerwolf zo wild. Weer met de duimen op mijn strottenhoofd. Ik heb zo hard ik kon om hulp en politie geroepen. Dion hield toen met een hand mijn neus en mijn mond dicht, waardoor ik geen lucht meer kreeg en niet meer kon schreeuwen. Hij heeft me verder nog door de hele caravan geduwd. Later had ik overal blauwe plekken. De politie arriveert en de vrouw laat zich met spoed opnemen in het ziekenhuis. De artsen verklaren op schrift, zo blijkt uit het dossier, dat zij blauwe plekken en rode striemen op haar buik en heupen hebben geconstateerd. Bovendien heeft ze symptomen van gekneusde ribben. De vrouw is dan 37 weken zwanger.
Graus ontkent opnieuw tegenover de politie alles. De verwondingen zouden zijn gekomen door een val van een kruk 6 weken eerder. In het justitiedossier verklaren meerdere artsen van het ziekenhuis echter dat ze zich grote zorgen maken. Ze schrijven letterlijk: het geuite verbaal en fysiek geweld heeft geleid tot enkele preventieve opnames om patiënten uit de huiselijke sfeer en de invloedssfeer van de vader te houden. De situatie werd door de behandelende staf, zowel verpleegkundigen als artsen, als zeer bedreigend ervaren voor patiënten. De artsen melden bovendien dat Graus ook tegen het medisch team extreem verbaal geweld heeft gebruikt. Dion Graus heeft altijd alle beschuldigingen van zich af laten glijden. Dat kon hij ook doen, want het Openbaar Ministerie had immers gezegd dat er te weinig bewijs tegen hem was. En daarmee was de kous af. Dion Graus kwam hierdoor gemakkelijk weg. Maar nadat de zaak in de openbaarheid is gekomen, laat de dan inmiddels ex-vrouw van Graus het er niet bij zitten. Ze eist dat het Openbaar Ministerie haar aangifte opnieuw bekijkt en begint een klachtprocedure. Het antwoord van het Openbaar Ministerie is verbijsterend. In deze brief schrijft de officier van justitie dat er een verkeerde beslissing is genomen. Dion Graus had wel vervolgd moeten worden. Ik kom tot de conclusie dat in de eerste zaak voldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden was voor een vervolging van beklaagden ter zake bedreiging en mishandeling. Het seponeren van deze zaak is destijds dan ook een verkeerde beslissing geweest. Met de bril van nu en met de kennis van zaken nu zijn wat nieuwe feiten en omstandigheden bekend die toen niet bekend waren, zeggen we nu, was toch een foute afweging, was een verkeerde beslissing om te seponeren. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie toen een verkeerde inschatting heeft gemaakt. Dat vinden wij op dit moment, ja. Dat is pijnlijk voor de vrouw om wie het gaat. Ja, ja. Het is natuurlijk pijnlijk als je aangifte doet van een ernstig feit. En het wordt op deze manier afgewogen, zeker. Maar de verbijstering wordt nog groter. In dezelfde brief waarin de officier toegeeft dat ze een fout heeft gemaakt door Dion Graus niet te vervolgen, schrijft ze ook dat ze nog steeds niet van plan is om dat nu wel te gaan doen. Reden? Het is dan 4 jaar nadat de zaak is geseponeerd. De ex-vrouw is te laat met haar klachtprocedure. Een vervolging van beklaagden voor deze oude feiten acht ik echter niet meer opportuun. Ik acht een vervolging in strijd met het bij beklaagden opgewekte vertrouwen. Het feit dat u de heer Graus niet alsnog voor de rechter daagt, suggereert dat zijn belang nu groter is dan het belang van het slachtoffer. Dat is niet de belangenafweging die wij maken. Tijdsverloop is wel doorslaggevend bij die afweging. En dat is enerzijds tijdsverloop op grond waarvan de verdachte eigenlijk de verwachting heeft gehad dat hij, of in ieder geval de betrokkenen, meneer Graus, de verwachting heeft gehad dat hij niet vervolgd zou worden. En anderzijds is het natuurlijk ook zo dat klaagster, de aangeefster, 4 jaar heeft gewacht met het indienen van een klacht. Dus dat betekent dat als je lang wacht als slachtoffer, dan heb je pech gehad? In het algemeen is tijdsverloop een belangrijke factor die mee wordt genomen bij de afwegingen. Dion Graus wilde vandaag niet zelf reageren. Hij is wel bij het interview aanwezig dat zijn advocaat, die tevens zijn broer is, namens hem geeft. Als een OM zegt we hadden hier kunnen vervolgen, moeten vervolgen, laat ik in het midden, dan nog leidt dat vaak tot een vrijspraak. Het zegt niets over de zaak. Mijn cliënt blijft erbij, ik heb niets gedaan, ik ben onschuldig, ik word ten onrechte beschuldigd door een partner met een onverwerkt echtscheidingsverleden. Eerder nam het OM een ander standpunt in, namelijk er is geen reden om tot vervolging over te gaan. Ja, maar daarvan zeggen ze dat was een foute inschatting, dat hebben we verkeerd gezien. Wat vindt u daarvan? Ik ken niet precies de reactie van het OM. Het staat letterlijk hier. Ik heb het wel van u net gezien en ik heb het dossier dat de OM heeft gezien ook bestudeerd. In 2006 heb ik dat bestudeerd en op grond van dat dossier begreep ik heel goed toen het standpunt van de OM om niet tot besluit, om niet tot vervolging over te gaan. Dus u, nogmaals, bent buitengewoon verbaasd dat ze nu zeggen dat hebben we verkeerd gezien toen. Het verbaast mijn cliënt dat hij nu weer daarmee geconfronteerd wordt. Hij heeft niets gedaan. Hij ontkent alles. De aangiften zijn nogal dubieus. Ik heb het dossier bestudeerd. Het was geen sterk dossier. Ik begrijp het toenmalige standpunt van OM heel goed. Een latere heb ik kennis van genomen, begrijp ik niet. Maar het Hof in haar wijze heeft gezegd, geen vervolging meer. En zo blijft dit formeel een verhaal van zijn woord tegenover haar woord. Het is wrang dat door een foute beslissing van het Openbaar Ministerie een rechter nooit een onafhankelijk oordeel heeft gegeven over deze zaak. De voormalige echtgenote van Dion Graus wilde niet aan deze uitzending meewerken. Ze voelt zich nog steeds bedreigd
en is bang.